En waar zitten we nu weer? We staan op een helikopterplatform naast het circuit van Le Mans. Tadaa! Ja, daar zijn we namelijk te gast vandaag. We gaan een rondleiding krijgen. Zo! We gaan een rondleiding krijgen over het circuit. We mogen hopelijk op plekken filmen waar je normaal nooit komt. Precies. Maar we beginnen met een helikoptervlucht. Vandaar dat lawaaiapparaat achter ons. Maar er zit nog meer in de uitzending, want jij bent in Spanje geweest. In Spanje geweest, in de buurt van Barcelona. Enorm zitten douwen met de S1000 XR van BMW, de nieuwe. Ben je het nou al vergeten? Ja, bijna. Oké, maar we hebben ook iemand die helemaal plat is van Japanse oldtimers. Ja, zeker weten. Kok van den Heuvel, alias Pik van den Berg, uit Tiel. Die weet alles van Japanse klassiekers. Fantastische man. Ja? Ja, precies. En we hebben de Kawasaki versus City voor je. Maar eerst gaan wij een rondje vliegen. Ja. En dan kunnen jullie zo meteen kijken naar de BMW. Oké, Le Mans dus. En wel tijdens de vrije trainingen van de GP. Even een stukje historie. Er wordt al vanaf 1923 geraced hier in Le Mans. Maar het Grand Prix circuit zoals wij het kennen, werd in 1965 gebouwd. Het 4,2 kilometer lange Le Mans Bugatti Grand Prix race circuit is in feite binnen het 23 kilometer lange 24 uur circuit heen gebouwd. De eerste motor Grand Prix op de korte baan werd verreden in 1969 met in de 500cc Giacomo Agostini als winnaar op de MV Agusta, die de tweede man op een ronde reed. Deze eerste GP in Le Mans kende ook een Nederlands tintje met de legendarische Aal Toursen als winnaar van de 125cc en Paul Lodewijks als derde. En genoeg plaats voor fans. Er kunnen makkelijk zo'n 100.000 toeschouwers genieten van de drijfnatte races op dit circuit en de traditionele complete chaos op de volgepakte campings. We gaan je zoveel mogelijk laten zien, want opnames maken is hier heel lastig door de ijzeren hand van Doorna. Terug naar Le Mans, waar we aankomen bij de paddock. En waar we tegengehouden worden door een brombeer die niet van camera's houdt. Gelukkig hebben we dat kleine sneaky dingetje nog, want gefilmd gaat er worden, hoe dan ook. De paddock waar we nu rondlopen is een gedeelte van het circuit speciaal voor de MotoGP-coureurs, sponsoren, VIP's, oftewel belangrijke personen. En Motomi natuurlijk. Goed. Hier staan alle trailers van de deelnemende teams en vind je toegang tot de pitboxen. En daar gaan we dan maar eens kijken. Mag wel niet gefilmd worden, maar deze GoPro maakt toch alleen foto's? Dit is de pitbox van Mark VDS Racing Team. Een Belgisch racing team opgericht door Mark van der Straten. En in deze pitbox komt net Scott Redding binnen, met nummer 45, voor wat aanpassingen aan de motorfiets. Verder in de paddock zien we een bandenwisselstation van huidige bandenleverancier Bridgestone, die alle banden levert voor de MotoGP dit jaar. Een hoop rubber trouwens, want ze brengen iedere race zo'n 1000 banden mee. Even een rondje sneaken tussen de trailers leverde ons ook nog een shot op van Marc Marquez, die even zijn fans te woord staat, en Valentino Rossi, die naar de pitbox afdaalt. Letterlijk dan, voor de volgende training. Intussen zijn wij in Le Mans naar de ruimte van Race Control geklommen. Elke MotoGP-race wordt gevolgd en beheerd door een team van officials. Met de mooie Engelse benaming Race Direction. Vanuit deze monitoring room bekijken deze officials de schermen die elke centimeter van het circuit laten zien. En communiceren ze met de verschillende marshals die op strategische plekken langs de baan opgesteld staan. Om te zorgen dat alle regels die het Grand Prix wegrace kent nageleefd worden en dat de veiligheid op de baan ten alle tijde gegarandeerd wordt. Na Race Control waren we ook nog even te gast in een van de vele lodges die bijna op elk circuit te vinden zijn. Met mooi uitzicht op de pitlane. Even een Hollands tintje, hier zien we van boven Bo Bensnijder die in de Moto3 race toch wel mooi derde werd. Het is echter veel gezelliger als je gewoon naar de village gaat hier op Le Mans. Want hier zijn de fans met z'n allen aan het drinken, kopen, feesten en noem het maar op. Dit is zeg maar de plek waar naast het race uiteraard het echt gebeurt. Een grote gekkigheid vol met muziekpodia, stands met merchandise, vreten, zuipen, noem het maar op.